iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Giel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Anna. Mijn naam is Eline. Mijn naam is Laura. En mijn naam is Bram. En ik heb super veel zin in onze nieuwe video van vandaag. Want wie als laatste de Londen bus verlaat, die wint. En de wind is ook wind. Ja, andere wind. Anyways, ik ga de bus storen in 3, 2, 1, boom! Dit is dus de bus van vandaag. En wie het langst op deze bus blijft, wint ook de challenge en krijgt een super mooie, onvergetelijke prijs. Ik heb de eer om als eerste op te stappen. Ja. En met magie. Oh. Kan de deur open. Het is ook een Londenbus. Yes. Omdat die bussen ja, in Londen. Ja, inderdaad. Oh, okay, voor ik opstap wil ik één ding nog tonen. Onze bestemming is Lutterworth. Als ik het juist zeg. Vraag voor de voetbal. Liefhebbende kijker, voilà. Van welk team is dit shirt? Een tip. Oh ja, genoeg. Laat het weten in de reacties. Oh, let op voor je hoofd. Ik ga mijn hoofd uit 10 keer stoten vandaag. Kleine mensen in Londen. Maar het is wel een super mooie bus. Ja. Als de deur sluit, begint de challenge. Oké, we gaan hier blijven kijken. Oh! Dat was snel. Maar de challenge is begonnen! We hebben ook een super sympathieke chauffeur vandaag. Gabriel is mijn naam. Gabriel, breng je ons naar Lutterworth? Oké, okay, dankjewel. We hebben een paar omwegen. Oké, komt goed. Hier is het naar boven dus. Maar hier is het wel veel warmer. Oh, hier is het warm, man. Yeah. Anna, je voelt je wel thuis, hè, op de schoolbus? Ja, maar ik weet niet. Maar het is eigenlijk geen schoolbus. Ik moet stoppen met dat te zeggen. Wat, het is geen schoolbus? Ja, een schoolbus hebben we eens gedaan, hè. Check dit. Ik vind het wel echt een super mooie bus. En Bram, ga jij als eerste opstappen? Ja. Veel plezier op school. Mooi uitzicht. Nu iets minder. Nu wel weer een mooi uitzicht. Nu is minder. Emotional damage. Het is bijna tijd om te vertrekken, maar ik wil nog even de enige spelregel uitleggen. Wie een challenge verliest straks, ligt eruit. Oké. Okay. Geen commentaar, niet van... Ah, ik kom ook al zo dit of dat. Als je verliest, ligt je eruit. Okay. Anna, ik kijk vooral naar jou. Oké. Nee. Voor we vertrekken, Bram. Ja. Voor hoeveel likes hebben we? We gaan voor... Wat was de nummer op de bus? 28.7. Of 28.75 was het. Ja, dat. Ja. 28.500. Chauffeur! De chauffeur is net gaan kijken en Bram heeft gelijk. Proficiat. Dankjewel. Mooi. Dus we gaan voor 28.000 likes. Yes, let's go! Wij zijn nu op weg naar een locatie waar we gaan stoppen en verschillende challenges gaan doen. We zijn bijna op onze bestemming, maar ik begin echt al misselijk te worden. Ben jij misselijk? Ja, ik zou hier toch geen 2 uur op kunnen zitten. Nee, hè? Dat gaan we over de spoorweg. Oh, nee. 12 seconds later. Silly. We zijn aangekomen op onze bestemming. Oh, de motor ligt uit. Dus stilte, even stil zijn. Nee, trillen. Zalig. Dankjewel, chauffeur! Een bericht van Jasper. Jasper? Ja, hij heeft ons zien reden. Oh. Ja, en hij zei dat hij ons moest filmen. Jasper heeft dus een filmpje van ons? Ja. Oké, okay, dat zien we nu. Hey. Dit is de krokodil. En hiermee gaan we dus een challenge doen. En we doen dit op alfabetische volgorde. Maar waarom? Dat is toch goed, ik moet eerst. Ja, daar heb je eigenlijk de grootste kans om het niet uit te leggen. Als het bijt, lig je uit de challenge. Oh! Dan de B van Bram. Oh! Van Eline? De Aal van Laura! Nee. Nee, maar ik zou nog een keer moeten, hè. Oh. Ja, echt, hè? Is het ook het is aan mij nu, hè? Ja, ik weet okay. Het. Oh, nee. Ah, het is helemaal nee. Ah! Oh, nee. Michiel ligt uit het challenge. Oh, de deuren gaan open. Oh, dit is erg. Goed gedaan. Oh, daar gaat hij. Oh. Ja. Bye. Anna. Nee, Anna. Oh. Ja, als iemand eruit doet. Oh. Ja, die kan ik wel geven.
Oké, doei. Ik heb een nieuwe challenge voor jullie. Oké, luisteren. Elk om de beurt een post-it op jullie hoofd hangen. Iemand schrijft daar een woord op. Dan mogen jullie vragen stellen. En binnen de 60 seconden moeten jullie raden welk woord op jullie hoofd staat. Anders komen jullie bij mij. Anna begint. Maar ik ben net op boven. Dat is waar. Wie was laatst? Ja, oké. Ik wil beginnen. Nee, dan Laura. Schrijf maar een woord op. Maar het komt. Het mag echt van alles zijn. Maar het moet goed zijn. Ja? Doe maar iets. Oh. Wat? Ik zal timers ook eens te doen. 3, 2, 1, actie! Is het een persoon? Nee. Is het een app? Nee. Is het een dier? Nee. Na 30 seconden krijg je een tip. Ja. Kom op, kom op! Is het een 8-letterwoord? Nee. Oh, maar wat is het? Kom op, kom op! Eerste tip. Tel alles! Padel? Nee. Tennis? Nee. Balsport? Ja. Squash? Nee. Is het een raket? Ja! Pingpong! Ja! Of wat doe je dan? Een pingpong tafel! Ja, ja, ja! Ja, ja, maar ja! Het is hun woord, ze beslissen! Ik ben gered, omdat die krokodil werd bent. En jullie zeggen, op wat speel je pingpong? Dit is ons woord. Oké, oké, oké. Anna, niet zeggen, hè? Nee, maar. Ja, ja, ja. Nee, ja, oké. 3, 2, is het een persoon? Nee. Een dier? Nee. Een ding? Een ding? Ja. Is het een lang woord? Nee. Hoeveel letters? 3. Maar wat? Ja! Wow. Ja! Je mag alles. Wat? Nee. Ik ga naar rust. Maar dat gaat toch niet lang. Eline, kom aan. 6. Oh, ze heeft een tip. Kom aan. 6. Nee. Kom aan. Ik weet het niet. Dank je. Sta bijna op je schuld. Ik weet het niet. Een tas. Nee. Eline. 4, 3, een bal! Nee! Het is aan de volgende. En jou. Ik. Celine heeft een woord en het is eigenlijk geen woord. Maar ja. Nee, het woord is verkeerd geschreven. Ja, dat is niet waar. Ah ja, zo. Ah, oké, ik snap het. Ja, ja, ja. Nee, ik kan niks zeggen. Ja, het is waar. Nee, het is juist geschreven. Ik was daar iets anders aan het denken. Ah, ja, maar het was iets anders, hoor. Ja, 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 maar ik kan niks zeggen. Oh, oh! Nice catch! 3, 2, 1, actie! Go! Is het een sport? Nee. Een persoon? Nee. Een kleur? Nee. Kan. Eten? Kleur, kan. Een verkeerd geschreven kleur. Kaki? Nee. Hoe kan je dat verkeerd schrijven? Ja, dat kan, hè. Rood? Nee. Oh. Orange? Nee. Oh. Nee. Is het planten? Een kleur? Ja. Planten, kaki. Het is een plant en het is een kleur. Aloe vera. Nee. Maar. Het is een plant en ook een kleur, maar ik schrijf orchidee? Het anders. Orchidee? Nee. Het is niet moeilijk. Lila. Nee. Wat zijn een kleur? Ja, een plant en een kleur. In het dialect met een kleur. Krijg je een nieuwe tip. Plant en een kleur? Wat geef je voor Valentijn? Rosé, roos. Ja! Oh, De tips zijn echt, Rosé. Echt niet oké, Lila, man. Lila, wat zeg je? Hoezo krijg ik geen tip aan deze tante? Dit is mijn woord. 3, 2, 1. Is het een persoon? Nee. Is het een sport? Nee. Is het iets dat je dagelijks gebruikt? Ja. Nee. Ja? Nee. Doe je het? Is het iets op je gsm? Ja. Is het een app? Ja. Nee. Is het een app? Ja, eigenlijk wel. Ja, deel van een app. Foto's? Nee. Posts? Nee. Tip is tijd. Geen sociale media. Geen sociale media. Dat zijn twee tips. Oké, die doet echt geen tip. Nog 20 seconden. Chrono. Nee. Tijd. Klok. Alarm. Nee. Alleen verder denken. Goeie. Klok. 10 seconden. Kom aan, Bram. Eh? Wat? Allee. Denk verder. Ja. Serieus? Wauw! Michiel heeft een woord voor Anna. Anna is al bang, hè? Het is duidelijk of moet ik het nog eens schrijven? Oh! Het is duidelijk. 3, 2, 1. Is dat persoon? Ja! Simi? Nee! Celine? Nee! Rixie? Nee! Bram? Nee! Simi? Nee! Michiel? Simi? Nee! Nee, zeggen we! Nee! Ja, niet van Simi. Is het een vriendin van mij? Nee! Is het een jongen? Ja! Ja! Owen? Nee! Oh, wie is Owen, Anna? Niemand! Voetballer, tip. Ronaldo. Nee. Messi. Nee. Neymar. Nee. Mbappé. Nee. Kom aan. Foden. Nee. Oh. Je bent in de... Grealish. Yes, nee. Nee. Allee. Henderson. Jouw favoriete speler. Kevin De Bruyne. Nee. Ja, bijna favoriete. 45 seconden bezig. Je zit in de juiste ploeg. Welk nummer is hij? Nee. Je zit in de juiste ploeg. Ik weet dat toch? Ja. City. Bekend. Ja. City. Wie heb ik gezien? Haaland. Ja. Oef.
Zijn jullie klaar voor de volgende challenge? Ja. Oké, jullie mogen al jullie gsm's hier leggen. Daar liggen de gsm's en jullie mogen meekomen naar boven. Anna. Oh. Dat is, Anna is stout en ze geeft me die case gewoon. Nu heb ik de gsm. Die leg ik hier. Welkom boven. Welkom op de Londenbus. Ik ben benieuwd naar jullie kennis over Londen. Wanneer? Oh, la. Niet veel kennis, vrees ik. Ik ben 13. Waarom moet je dat nu al van kennen? Dat is geen excuus, zelfs een voordeel, want jij leert op school nog. Ik ging net zeggen. Weet je al lang van school? Ik ben al 37 jaar van school, dus ik weet er niks over. Maar ik leg ook uit de challenge. Je hebt aardrijkskunde. De discussie is al begonnen, maar ik vraag me wel af, Bram. Ja. Als we jou één beetje mogen vragen over Londen, wat zou het zijn? Chelsea is de beste ploeg. Oké, voetbal. Ja, mooi. Silly. Telefooncellen. Ja, die telefooncellen. Laura? De Big Bang. Die klok. Big Bang. Ik heb er twee. De Big Bang, inderdaad. Anna? Harry Styles. Wat is dat weer? Is die van Londen? Ik weet dat niet. Oké, nee, de volgende is zo'n busjes. Ah, dus de bussen. Jij dacht aan de bussen. Oké. Eline? Het ligt in Engeland. Oei. Ah ja, het ligt in Engeland. Ja, dat is ook wel belangrijk, want dat hadden we nog niet verteld. Maar de vraag is, hoeveel inwoners heeft Londen? Oh ja. Jullie schrijven allemaal een antwoord op. Wie het verste naast het exacte aantal ligt, ligt uit de bus. Ik had het geleerd in het derde leerjaar, Anna. Dus geen excuses. Het zal zijn. Ja, in uw tijd. Heeft iedereen de antwoorden? Ja. Geef ze maar aan mij. Bram, Céline, Eline, Anna, Laura, Anna, niet spieken. We hebben iemand die de bus moet verlaten. Ja. Oké? Is het een jongen of een meisje? Ja. Het is een meisje. Ja! Want Bram is veilig, die zit er maar 6,6 miljoen mensen naast. Wow, dat is maar 5 miljoen mensen. Ja, ik kom eruit. Céline, zit er 4 miljoen mensen naast. Ja, kom! En Laura zit er 8,5 miljoen mensen naast. Ja. Want er wonen 9 miljoen mensen in Londen. Ja. Maar Laura, je mag de bus verlaten. Daar is Laura. Oh, Laura wil Anna meetrekken. Nee. Anna gaat meevechten. En voor jullie is er geen tijd om te rusten, want er is meteen een nieuwe challenge. En die is actief. Voor de volgende challenge hebben we daar 4 post-its. Sommige post-its hangen hoger dan andere. Jullie mogen alle 4 gooien met de dobbelsteen. Wie het hoogste heeft, mag als eerste een post-it nemen. Dus die heeft ook de grootste kans, want die kan de hoogste nemen. Bram mag als eerste gooien. Yes. Nee. Hoeveel? Twee? Oké. Okay. Ja! 6? Ik kan het niet zien. 4? Ja, en Céline? 5. Eline mag als eerste, gaan we naar boven. Let's go. Jij kan wel de hoogste nemen en het is spannend hoor. Oh, ze pakt de lagere. Oké, ik moest ze lager hangen. Ja. Oh, het is te makkelijk. Nee, het is te makkelijk. Goed zo. Sorry. Dat Laura is boos op mij. Ja! Bram heeft de laagste, maar... Ja, oké, nee, dit is veel te makkelijk. Ja, hij heeft hem. Oké, Laura is boos op mij. Proficiat, jullie hebben allemaal de post-its. Dankjewel. Yes. Maar daar stopt het niet. Jullie hebben ook allemaal een nummer. Mag ik die nummertjes eens zien? Céline heeft 4. Bram 1. Eline 2. Anna 3. Dat is de volgorde voor de volgende challenge. En die wordt heel belangrijk. Jullie zijn alle 4 voetballiefhebbers. Jullie kunnen alle 4 goed voetballen. Jullie hebben ook een volgorde met de post-its en die is super belangrijk, want jullie gaan alle 4 de bal hoog houden, maar de persoon die na de andere komt zal altijd meer moeten hoog houden dan de persoon ervoor. Als het niet lukt, moet je de bus verlaten. Wie had nummer 1? Bram? Nee, Céline. Nee. Bram had eerst nummer 1. Oké, daar gaat Bram. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 keer. Wat, Anna? Wat al jouw commentaar? Maar moet je hem pakken of niet? Anna, je hebt heel veel commentaar. Maar dat nee, gewoon raken. Okay. Eline, je hebt 3 kansen om 5 te verbreken, oké? 1, 2, 3, 4. Ja, ik heb hem geraakt. Ja, dat was 5. Maar Anna, het moet meer zijn. Anna, het moet 6 zijn. Nog 2 kansen. 5, nog een keer. Die bank stond in de weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh! Ze haalt 6. Anna, jij moet dus 7 halen. Kom op, Anna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, dat is genoeg. Céline moet dus 8 halen. 1, 2, 3, 4. Oh, je hebt wel 3 kansen. 1, 2, 3,
Ja, 4, 5. Nee, nee, nee. Laatste kans voor Celine. 1, 2. Oh, dat doet die trap. Oh, oh, oh. Welkom to the club. Wil je? Ja, ik ga een keer proberen. Wow! Oké, okay, oké. Okay. Oh! Ik ben er niks meer over. Terug naar die rug mee gebleven. Semi. We zijn met die. Ja. Ja, voilà. Oh. Bram, jij vertegenwoordigt de jongens. Weet je wat ik denk? Oh! 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 Nu is Anna echt woest. Die was gek met een finale. Oh, 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 oh. Nee, dat Anna... Bram, ik vind disqualificatie. Huh? Dat is echt... Dat was echt niet normaal. Laura heeft een blauwe knie. Oh, oh, Anna is echt woest. Dat is een woest. Challenge ook, hè. Daarnet probeerde Anna mij ook uit het bus te duwen. Dat is wel waar. Nee, nee, Anna... Oh, oh. Daar zit Anna ergens. En ze is heel woest. Ja. Anna, ik ga je wel klimmen, hè. Oh, oh. Doe oh. Maar. Anna, ik zie jou wel, hoor. Anna is een beetje bekomen. Ze zit ondertussen op de bus en wij gaan ook eens kijken op de bus. Anna, hoe gaat het daar? Eline en Bram, ja. Jullie zijn de finalisten. Yeah. Anna zit even boven, straks komt ze er wel weer bij. Succes, hè. Oh. Daar hangt een scorebord. Wie de hoogste score haalt met 3 ballen, die krijgt voordeel in de grote finale straks. En als je mijn gezicht raakt, 0 punten. 0 punten. Ik denk hij scoort. Eline, jij mag beginnen. 3 keer gooien. Oh. Oké, okay. Oh, oh, oh. Oh. Oké, okay. 20, 40, 50 is 90. Bram zijn beurt nu. Als ik 1 keer in de roos. Heb je het al, als je 100 hebt. Nee, oei, 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 het wordt spannend. Nee, je hebt nog maar 2 kansen, Bram. Ja! Hij heeft het. Anna is terug. Hey! Ze kan weer lachen en het is tijd. Het is... Psych! Oh. Links vooraan in de bus hangt een post-it. Rechts vooraan hangt een post-it met verschillende tekens op die je maakt met deze... Stempels. Dankjewel. Jullie mogen dus elk op de beurt naar voren lopen. Daar hangen de post-its met verschillende tekens op. Dan komen jullie terug naar hier. Hier liggen de stempels. Hier hangt de post-it. Daar hangt de post-it. En wie als eerste de juiste combinatie heeft, die wint. Hebben jullie iets fout getekend? Zeggen jullie dat tegen Celine? En dan zal Celine een nieuwe post-it geven, dat jullie opnieuw kunnen beginnen. Bram had een hogere score, dus Bram heeft 8 tekens, Celine heeft er 9. Anna heeft mooi uitgebeeld. Je bent echt woest, man. 3, 2, 1, succes! De finale is begonnen! Dit is echt moeilijk, hoor. Bram, die gaat voor 8 in 1 keer, denk ik. Of niet? Bram heeft de eerste. Eline is ook bezig. En ze heeft een 8 in 9 en een N-teken. Oh, zo bibberen, Bram. Oh-oh, Eline, als je zegt stop... Ik ben klaar. Oké, okay, stop, 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 stop. Eline is klaar. Dit is het kaartje van Celine. De tekens zijn juist, maar ze staan op de verkeerde plaats. Ik wist niet dat het de juiste plek moest. Eline, nieuwe post-it. Je hebt nog een kans. Bram is toch niet klaar. Let's go. Oh, ben je ook klaar? Oké, okay, breng maar je post-it naar hier, Bram. Dit is Bram. Ja, de zijn post-it, maar zijn V hangt niet juist. Wat doe ik hier normaal? Nee, nee, de V hangt niet juist. Allemaal opnieuw. Let's go, let's go. Eline is te chaotisch misschien, maar ja, chaos kan werken, chaos kan werken. Bram die is super gefocust en die staat daar al 2 minuten. Hij staat gewoon te spieken van zijn ander blaadje. Ja, ja. Snel. Oh, is haar blaadje weg? Anna, haar blaadje. Oh, valspeler. Nee, nee, Bram is klaar, Bram is klaar. We gaan het ernaast hangen. De ad staat omgekeerd, Bram. Ja, 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 de ad staat... Jawel, jawel, we moeten, het moet helemaal goed zijn. Opnieuw, let's go, let's go. Dit is niet normaal chaos. En Anna is aan het denken, hoe kan ik vals spelen? Check haar, check haar. Ze is echt stout aan het kijken. Oh, Bram is klaar? Nu ben ik wel echt benieuwd. Dit is Bram, zijn papiertje. Nee, de plus is een maal! De plus is een maal geworden, Bram! Ja, dat is geen plus, dat is een maal! Dit is Eline, haar papiertje. Oei, oei, oei. Eline, dat is niet goed. Niet goed, niet goed. Doe fout! Ik word hier een hek. Ik dacht de laatste challenge easy, maar dit is de gekste. Ik denk dat ik uit de bus moet stappen. Ja, ik krijg echt hoofdpijn. Hopelijk, Bram, is het nu een plus en geen maal, hè. Oh, oh, Anna, Anna, wordt wel hopig. Why are we still here? Bram, die hangt zijn. Rechts is mijn papiertje ernaast. Juist dit is een 3, dit is 2 puntjes. Dit is nu wel een plus. Dollar, at, dollar is D. Gelijk, ja. At is ja. Juist. We hebben een winnaar. We hebben een winnaar. Het is juist! Ja!
Bram! Bram wint de challenge! Wow. Goed zo! Goeie Bram. Elina heeft genoeg kansen gehad. Dat is goed, waar. Ah. Anna, waarom ben je altijd woest? Anna, als je nu niet lost, krijg je geen pizza. Pizza! Bram wint een ritje helemaal alleen in de Londen bus. Ja! Doei Bram! Daar zijn ze! Proficiat Bram, hopelijk vonden jullie het ook een leuke video. Vergeet niet te liken en te abonneren. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace!